schamen wel een beetje. Hier heb je dus het rek. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Goedemorgen iedereen. Zoals gezegd in de vlog van gisteren, neem ik jullie vandaag apart mee. Op mijn gsm wel, dus sorry voor de kwaliteit, maar onze tweede camera is nog altijd niet gemaakt. Allereerst heb ik een vraagje voor jullie. Ik heb net op mijn oude harde schijf hier, heb ik allemaal beelden gevonden van toen Sam en ik met heel mijn familie en Sam zijn ouders waren er ook bij, weet ik, naar Californië zijn geweest. Dus we hebben toen Las Vegas gedaan, we hebben allemaal gezien, Palm Springs, Los Angeles en hoe noemt dat daar, San Francisco en zo. En ik zie nu dat ik allemaal filmbeelden daarvan heb van mijn papa, zijn oude camera. Dus ik dacht, misschien is het wel tof als ik daar eens een vlog van maak, een stukje van maak. Willen jullie dat zien of niet? Het is natuurlijk van 2012, dus Sam en ik zijn echt nog zo kindjes op die beelden. Dat is wel echt grappig om te zien en te horen. Dus als jullie dat willen, laat het mij in de comments weten. Dan ga ik daar een video van maken en dan ga ik die uploaden. Dat zou wel grappig zijn. Ik ga dat denk ik sowieso al die beelden bekijken voor mezelf, als jullie dat niet willen zien. Maar ja, laat het weten onder in de comments. Ik ga nu vertrekken naar mijn ouders. Ik ga daar eten. We hadden gezegd om 1 uur, dus ik moet vertrekken. En daarna ga ik denk ik boven de dressing eindelijk eens in orde maken, want er zijn al de dozen met mijn kleren, maar ik heb nog niks opgehangen. Allee, jawel, eigenlijk wel al veel, maar er is ook nog heel veel. Dus dat staat er op de planning vandaag en ik neem jullie mee. Dat is al even terug thuis, maar mijn haar is echt ontploft. Maar niet erg. En ik ben hier in de dressing. Alles aan het uitpakken. Ik heb al 4 dozen te gaan en ik moet er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik moet er nog 9 doen. Ik heb er al 4 gedaan. Ik heb er toch meer als ik dacht. Ik dacht echt dat ik niet meer veel kleren had bijgehouden. Maar niets is minder waar. Ik zal je wel eens laten zien wat ik al heb opgehangen. Want het is echt superveel. Ik ben ook nog heel veel aan het wegdoen terwijl ik bezig ben. Deze hele zak. Ja, je ziet het niet goed, maar het is echt een hele grote zak vol. Die ga ik al allemaal ook nog wegdoen. Want anders, ja, anders gaat dat hier niet lukken. Hè. Want kijk, dat rek. Oh god. Nou ja, oké. Ik kan niet wachten tot we ooit een groot huis kopen. Een groter huis. Maar niet zo groot als dat in beelden was. Maar een iets groter huis waar dat ik echt zo'n inbouwdressing kan hebben. Ik kijk echt al nu al naar uit, want dit is echt... Oké, dus hier staan nog 2 dozen. Dit zijn... Vooral schoenen. Ik ga trouwens dit er al uithalen. Met mijn mama gewassen. Shorten en zo. En hier staan nog dozen. Hier heb je dus het rek. Hier staat nog van alles. Dan hebben we hier 4 kledingrekjes. Hier is wel nog redelijk wat plaats. Op die ook. Nou, hier ook. De jassen hangen wel vol. Weer schuiven. Ik ga mijn shorten en mijn rokjes en al allemaal schuiven moeten steken. In deze schuiven. Dan hebben we hier nog mijn chacosje en een kast met spullen van Sam nog. Dus ja. En hier trouwens is ook nog een schuivenkast plus dit nog een kast. Maar die zit al vol met spullen van mij en Sam. Dus ja. Er is nog veel werk, hè. As you can see. I need to believe.
Een paar uur later en de dressing is eindelijk klaar. Ik heb trouwens ook terug de camera, want Sam is terug thuis. Maar ik ga jullie de dressing laten zien. Hij is helemaal klaar. Alles zit erin, denk ik toch. Misschien nog wel een paar schoenen die ik mis. Ja, dat denk ik wel. Maar oké, dan moet ik nog wel aanvullen. Ik zal de dressing laten zien. En ik heb ook nog een heel deel op een slaapkamer. Dus dat zal ik ook laten zien. Alrighty. Ik ben daar al bezig met spulletjes te pakken voor Amerika. Maar deze hele zak, die gaat nog weg. Die gaat trouwens op de kledingverkoop in Tervant verkocht worden. Mijn mama staat daar. Maar ik zal al die gegevens dan nog wel eens zeggen. Want dat is pas ergens 25 mei of zo, denk ik. En dan hier is het rek vol met truien en blouses. Dan hier is een tafeltje. En deze naked haul ga ik nog doen op Instagram. En dit is van de Bershka. Dan moet ik retourneren. Hier hebben we zo, dit stuk is zo pakjes en zo wat samen hoort. Zo'n short en een topje en een jogging die samen hoort. Ziet er zo uit. Hier zijn al de broeken. Dan hebben we hier kleedjes. Hier hebben we jassen. Nou, hier, zoals ik zei, ben ik al bezig met mijn valies te maken, omdat ik deze week niet heel veel tijd ga hebben. Sam heeft ook al een deel in de valies gedaan. Hier heb ik jeansshorten, maar ik moet dat nog passen. Ook wat hierop ligt moet ik allemaal eens passen, want ik weet niet of dat nog gaat passen. Hier heb ik gewone shorten. Hier heb ik denk ik niks. Ah, zonnecrème ligt hier. Dat is wel handig. Die ga ik al bij de valies leggen. Voilà. Of deze. Ja, oké. Okay. Zal wel goed zijn. Hier heb ik nog een paar schoenen van onder en daar. In deze boxen trouwens. Hier zitten al mijn bikinis in. Hier zitten braletjes in. Hier zitten bodies in. En hier zitten al mijn sportkleren. Maar die krijg ik al niet toe, zoals je kunt zien. Daar zit niks in die doos. Dan hebben we hier op deze kast mijn tassen die ik heb gehouden. Ik heb al mijn dragon bags gehouden. Oh, 5 heb ik er zelfs. Mijn Gucci tasje, allee, van Piu Piu. Mijn Michael Kors, die staat te koop, maar die staat hier voorlopig. Deze 2 of 3 zijn van Totally Too en 2 rugzakjes. In deze schuif heb ik joggings. Rokjes allemaal. Nog rokjes. Hier heb ik nog meer joggings. En hier, oei, die gaat zelfs niet open. Die zit ook vol met joggings. In de laatste schuif zit rommel. Dan heb ik hier zonnebrillen, gsm-hoesjes, kettingen. Rommel. En hier heb ik kettingen. En allemaal zo body splashes en parfum. Amai, echt veel rommel eigenlijk. Dan hier heb ik leggings. En de rest is allemaal wel nog leeg. En dan hierin heb ik nog, dit is alles wat uit deze dozen hier. En dit is allemaal voor giveaways wat ik nog weggeef. En ik denk dan dat het dat is. Ja, dus dat is hoe het hier uitziet. Oh, best veel. Ik schaam me eigenlijk echt een beetje over hoeveel wat ik heb. Ik dacht dat ik heel veel had weggegooid, maar blijkbaar toch niet. Dus ik schaam me wel een beetje dat ik nog zoveel heb. Maar ja, oké. Dan hier zijn we. We hebben zo eigenlijk een dressing achter het bed. Hier is het bed en dan is hier zo'n dressing. Dat heeft mijn onkel Johnny ooit gemaakt. Dan heb ik hier nog schoenen. Hier zijn mijn schoenen, maar dat zijn van Sam. Hier heb ik allemaal sandalen. Hier heb ik allemaal sandalen. Hier heb ik allemaal schoenen. En hier heb ik allemaal schoenen. En dan hier in de schuiven heb ik pyjama's. En meer pyjama's. En meer pyjama's. En nog een paar pyjama's. En nog meer pyjama's. En wat zit hierin? Ah, hier is het lingerie en allemaal. Zo van die pakjes en zo. Dan heb ik hier ondergoed.
Hier heb ik BH's. En hier heb ik zakken. Deze drie zijn van Sam. En die twee kasten zijn ook van Sam. Ik heb trouwens, mijn outfit is echt on point. Mijn schoentjes zijn van Tout Le Toe. Ik heb een joggingsbroek van Calvin Klein aan. En een trui aan. En dan hier heb ik in Sam zijn kast nog 4 truien liggen. De rest hierin is allemaal van Sam. Dus ja, it's a lot hè. Het is echt veel. Ik schaam me echt. Ik dacht echt van, oh, ik heb zoveel weggegooid. Ik had echt heel veel weggegooid. En nu dat ik dat allemaal uitpak, denk ik nog aan mijn eigen van, shit, ik heb echt veel kleren. Echt heel veel kleren. Dus ik ben wel blij dat ik nu nogal een hele grote zak heb om weg te gooien. Want ja, ik vind het toch wel zo een beetje schaamtelijk dat ik zoveel kleren heb. Het is echt wel te veel. Maar wat er nu nog is, kan ik echt nog niet wegdoen. Nog geen afscheid van nemen. Dat denk ik nog zo van, oh ja nee, dat kan ik nog eens aandoen of dat kan ik nog eens aandoen. Dus ja, oké, dit was dus mijn dressing makeover. Hopelijk vonden jullie het leuk om het te zien. Dus zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. En ik zie jullie morgen!